Jongens, welkom bij een nieuwe Gamersnet keer. De show waar we wekelijk de laatste tech gadget en gear behandelen. Naast me staat Tom. Ik ben Peter. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Ja, het is weer dinsdag. Het is tijd voor Gamersnet Gear op Gamersnet.nl. Het is Peter, ik ben Tom en wij bespreken alles wat met games te maken heeft. Ook de technologie en de hardware en de gadgets erachter, zoals beeldschermen. Sinds kort behandelen we ook monitoren bij Gamersnet Gear. En Peter is aan de slag gegaan met een ISO-beeldscherm. En het is weer een merknaam waarvan ik denk van, waarom is het weer zo moeilijk? Peter, hoe heet dit ding? Ja. 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 Nee, ik weet het. 2735. Het is de ISO Foris FS, maar dat staat dan weer voor Foris 2735. Jongens, of er ooit makkelijke namen komen in de wereld der peripherals, dat weten we niet. Maar beeldschermen in ieder geval niet. Nee, qua beeldscherm is het moeilijk. 27 staat voor 27 inch, want dat is de grootte van het apparaat. Waar de 35 voor staat, waarschijnlijk het model. En ISO is normaal gesproken, die doen helemaal niet zo heel veel met videogames. Alleen, normaal gesproken werken zij namelijk in de business-to-business, graphical design hoek. Daar maken zij beeldschermen voor. Edgeless schermen zonder een tekentje eronder en niet iets wat de gemiddelde consument kan kopen. En helemaal niet de gamer, maar sinds een paar jaar zijn zij ook een beetje... Ja, het is ons niet echt een hele grote focus, maar ze hebben een aantal enorme vette monitoren gemaakt, waaronder deze. En ze gebruiken daarvoor eigenlijk de expertise die ze hebben in het grafische wereldje voor de games. En ik moet wel zeggen dat je dat ook wel een beetje ziet, want ik vind het wel een zakelijk uiterlijk hebben. Het is niet overdreven gamerachtig. Nee, wat waar ik zo blij mee ben, dat een beetje eruit aan het gaan is. Van, ja, je bent een gamer, dus het moet met zilver en chroom en rood en zwart en... I don't know, ik ben altijd wel van zilver en chroom en rood en zwart. Wat ben je toch weer een stereotype gamer? Ja, blijkbaar. Ik ben altijd wel voor de gaming. Gaminglijnen. Ik vind het wel vet. Wow, het is gaming! Ja, maar goed, het is wel een heel erg goed scherm. Ja, waarom? Omdat het... Echt, alles is aanpasbaar. Dus je kan het zwart extreem zwart maken en het wit extreem wit. Zwart gat. Ja, nee, maar dat is wel waarom je een goed beeldscherm is vaak. Hoe zwarter het zwart, hoe mooier het scherm. De contrastratio is gewoon belangrijk. Want dan kun je ook in het licht kun je nog een beetje... Tenminste, als het daglicht op je beeldscherm schijnt, kun je nog steeds zien. Dat vind ik best wel belangrijk. Nou, dat sowieso. En ik speelde Fallout 4 met deze monitor. En ik dacht echt, dit is wel best wel een... gameplay wijzigende, terwijl het gameplay is natuurlijk hetzelfde, maar experience. Het voelde echt heel erg anders. Ik bedoel, de donkere volts in Fallout waren echt veel mooier qua kleur en qua contrast. Dat je dat grijntje licht net ziet en dat je echt denkt van, oh, daar is licht. Ja, precies. Ja, maar ook gewoon al keek je naar voorwerpen op de grond. Ik dacht echt van, dit ziet er gewoon realistisch uit. Dat is natuurlijk hetzelfde, maar omdat het lichtgebruik gewoon kleurgebruik heel mooi is. Komt het ook niet door de grote resolutie? Want jij speelt natuurlijk altijd Full HD en dit is de 1440p resolutie. Ja, 1440p, wat heel handig was tijdens mijn streams, want ik stream altijd Windows. Uh-huh. Oh ja, dus dan kun je een Full HD, kun je Windows je ding zetten en dan daarnaast nog je software. Ja, was echt super handig. Ja. Nee, misschien heeft dat daar wel mee te maken, maar het was ook wel heel erg kleurgebruik. Want ik heb natuurlijk een ander beeldscherm ernaast staan. Ja, dus dan kun je wel één op één meten. Ik had wel heel veel verschil. Ja. Maar dit ding, hij heeft 144 hertz. Dus dat is sowieso mooi. Dat is echt fantastisch. Ik weet niet of je Left 4 Dead hebt gespeeld, maar dat is echt het spel wat echt gewoon meteen op de meest crappy PC draait, dat meteen 144 hertz. Ja, het is super vet. En wat ook tof is, is dat het is heel erg op gebruikersinterface ook gemaakt. IJzer dacht, weet je, we hebben gamers en daar moeten we, ze moeten alles kunnen aanpassen. Dus dat kan via software en via, jawel, een app. Waarom? Niemand weet het. Waarom? Dat was net al de vorige week ook al. Ik kan het jou vertellen. Er zijn 6 gebruikersprofielen. En stel je voor, ik heb een ijzerbeeldscherm. En jij hebt ook een ijzermonitor. En ik speel bij jou thuis een spelletje, bijvoorbeeld Overwatch. En ik denk, Tom, wat speel jij toch een raar Overwatch? Nou, dan log ik via mijn app in op jouw computer, op jouw beeldscherm. En vervolgens druk ik op mijn eigen profiel. En Overwatch in één keer zoals ik hem wil spelen. Nee, dat is niet nuttig. Nee, maar dat is echt... Precies hetzelfde met die Kudos Z9 van wat was het, Speedlink. Waarom heb je een app? Nee, waar slaat dat op? Het slaat ook nergens op. Dat alleen is dat je het op de doos kan zetten en dan... Dat is het inderdaad. En dus we hebben er niks aan. Ik bedoel, je hebt hier knoppen dat je ook gewoon snel je interface aan kan passen in het beeldscherm zonder de software. Zeker. Maar ik kan nu vanaf hier, kan ik zeg maar, ik kan gewoon de contrast veranderen.
Ja, oké, okay, fijn dat er software bij zit, maar ja, ik maar denk de dat app is dit, wel een beetje raar. Je bent meestal van de meeste schermen al gewend dat je gewoon dit met van die knoppen ja, ja. Dit op die interface kan gebruiken. Dus oké, software begrijp ik, dat je een keer als je de je desktop app is zit, inderdaad wat anders. Ik moet wel zeggen, je mobiele telefoon verbindt er ook mee via Bluetooth. En als je dan een berichtje krijgt, kun je zelf instellen via mail of bijvoorbeeld nos.nl. Oké, push-notifications. Dan krijg je een push-notification op je beeldscherm. Een push-notification wat niet zo heel duidelijk is, moet ik dan ook gelijk weer zeggen. En WhatsApp heeft tegenwoordig natuurlijk ook een desktop-applicatie die eigenlijk beter is. Dan, maar goed, er zit wel extra optie op. Het gaat eigenlijk meer om de kwaliteit van het scherm. Dat is echt fantastisch. Maar ja, 1100 euro is ook best wel een smak geld. Ja, ik vind 1100 euro is flink. Maar goed, je hebt wel de 1440p, de 144 hertz en de goede contrastratio. Dus dan zit je al wel dan zit je al in het topsegment, zeg maar. Dus, absoluut, hij zit ook echt in het topsegment. En zodra je hem aansluit, dan weet je het gelijk. Dan voel je gelijk het verschil. Hij kan ook gesteld worden omhoog en omlaag. Ja. Zo, en hij kan ook nog schuin. Dus dat, nou, dat je kan hem kantelen. Je kan hem kantelen. Dat is vet. Dan kun je er drie naast elkaar doen. Kun je zo'n kun je een race. Zit onderheen. Ja, dat is dan 3300 euro. Ja. Snelle race. Maar goed, tel uit je winst. Tel uit je winst. Je hebt wel een hele mooie experience. Nee, maar ISO is echt een dik beeldscherm voor echt dikke gamers. Nee, niet dik, maar... ja, fors. Behoorlijke gamers. Je moet ervoor in de buidel tasten, maar hij heeft wel heel veel vette features. Waarvan sommige vette features zelfs een beetje overbodig zijn. Maar goed, ik zeg altijd, liever te veel dan te weinig. Maar kap met de apps, jongens. Kap met de apps. Echt serieus. Hou op, app zo. Hij heeft wel een blur reduction, die zit ik nu aan. En hij heeft een overdrive. Wow, er is geen blur meer! Ja, een contrast enhancer. Nee, je kan echt super veel instellen. Dat is wel echt heel tof. Alleen ja. Het zijn ook allemaal mooie slidertjes. Ja, dat is echt iets waar jij een avond wild op bent gegaan. Ja, is ook zo.